Doetje. Goed, headlines van vandaag. Gisteren liet ik het volgende zien. Kijk even mee nog. Facebook Live evenement was dat. En het idee was elastiekjes rondom een watermeloen om te kijken wat er gebeurt. Dat gebeurde dus uiteindelijk. 668 elastiekjes en dan ontploft de watermeloen. Na afloop heel veel reacties, want de toffe slow-mo guys die hebben dat experiment ook al eens een keertje gedaan. En uiteraard in slow motion. En dan is het net iets spectaculairder. Vet om te zien, hè? Mooi. Alles in slow motion is leuker. Goed, dan speciaal voor Tavi natuurlijk. Want ja, zo'n lichaam is niet voor iedereen weggelegd. Daarom krijgen de meesten van ons gewoon een... Ja, die knijpen dan een oogje toe als hun partner met een bak chips op de bank hangt. Hè, of met een slappe arm aan de telefoon hangt. Iedereen heeft toch wel uiteindelijk iets moois, maar ook iets lelijks. Alleen de vraag is, wat vinden we nu eigenlijk mooi en minder mooi aan elkaar? Ja, de borsten. Net een jong meisje nog, dus... Zijn haar. En zijn ogen. Hij heeft altijd een enorme borst haar gehad, dus dat vind ik heel erg mooi. Ik hou niet van kale mannen. Gewoon, het is een eerlijke vrouw. Ja, nee, ja. Uiterlijk moet je zeggen. Figuur. Ja. Ze hebben een eerlijk figuur. Dat is een goeie, hè? Ik vind het heel mooi dat hij heel breed schouders heeft en gespierd is. Haar benen. Oh, dat weet ik zo. Dat is zijn buikje wat minder. Maar dat is het enige, want verder ziet hij er prima uit. Ze had vroeger lang haar, dat zou ik wel willen, ja. Dat vind ik, dat zou ik mooier vinden. Hij heeft van die snel groeiende haartjes hier op zijn oor. Dat dingetje hier. Iets is kleiner. Als een hak aantrekt, dan is hij iets groter dan mij. Ik vind mooie lange vrouwen vind ik heel mooi. Dus we mochten mij wel iets langer zijn, maar dat is geen optie op dit moment. Dus kunnen we verder niks aan doen. Geen optie op dit moment. En dan, dat moet je echt even zien. Op het eiland St. Barts kan je kijken naar vliegtuigen die daar landen. En daar zijn filmpjes van gemaakt, heel veel filmpjes. Alleen dit is een heel speciaal filmpje. Het is namelijk een 360 graden filmpje. Kijk, hier komt een toestel aan. Ziet er spectaculair uit. Maar als je vervolgens nog eens een keertje gaat focussen op deze man, dan zie je dat hij bijna wordt geraakt door dat vliegtuig. Heel even in slow motion nog. Hier gaat hij. En hij moet echt... Echt bukken, anders had je geraakt. Heel tof filmpje, duurt 12 seconden, maar je bent er zo een halve zoet mee om er doorheen te scrollen. Dan de virals van vandaag. Deze jongen is lekker aan het slapen als hij op een vriendelijke manier wordt gewekt door zijn beste vriend. En nog meer lol met vrienden. Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat vriendschap een illusie is en dat je ze nooit moet vertrouwen. Doe stiekem meer op braas patraai en zo. Oh ja. Die is heel erg. Wat is dat? Ik vind dit echt slecht. Ik vind het mooi dat het heel lang duurt, maar dat je weet wat er gaat komen. En daar gaat hij. Leuk voor hem. Goed, ze zeggen wel eens dat de jeugd steeds slimmer wordt. Hè, van computers, social media, ze weten echt overal wat vanaf. Maar als er zoveel nieuwe informatie binnenkomt, dan moet er ook wat uit. Bij dit jongetje gebeurde dat ook. Bijvoorbeeld de informatie over hoe een rietje werkt. Snapt hij niet helemaal? Tavi, deze is speciaal voor jou. Volgende man die wil namelijk een heel stoer filmpje gaan opnemen van hemzelf, terwijl hij aan het gewicht heffen is. Want hij wil net zo populair en beroemd worden als jij. Ontzettend leuk idee, maar het gaat al meteen helemaal mis. Zijn camera standpunt is slecht en hij krijgt het gewicht niet goed omhoog. Het is echt een enorme mislukking. Zo makkelijk. Okay. Het is de eerste lenteweek van het jaar. Dat betekent al het traditioneel kattenfilmpje. Dit keer een kat die de lente viert aan de rand van het zwembad. Oh. En tot slot. Dit is het treurigste filmpje ooit. Kijk mee
Vader vangt zijn dochter op die een sprong maakt. Hij denkt, ah, oh, wat leuk dat je er weer bent. Dat is fijn. Laten we snel verder gaan backpacken. Daar. Ja. Zeg je uit. Ja. Dat kind heeft een trauma voor de leven. Ik denk het ook, ja. Ja. Oh, doe het nog eens. Ik kan het nog even doen. Oké, okay, even kijken of ik hem nog... Doe het nog eens. Nog... Kijk, daar gaat hij. Ja. Dat is dochter. Maar, en wat ik wat hij stiekem blijft. Een klein beetje vervelend vind... is dat die man denkt... Hey, laat me zitten. Die hoef ik niet. Ja. Stukkie kick. Ja.